belangrijke oorzaak van werkdruk is dat je geen plezier hebt op je werk, dat je je niet gelukkig voelt op je werk. Voorwaarde voor werkgeluk is dat je goed in je vel zit. Het ervaren van werkdruk komt denk ik vooral dat je op een gegeven moment alleen nog maar de negatieve dingen ziet. Nou, het maakt mij heel erg gelukkig als ik zie dat iets kinderen iets mee kan geven waardoor zij verder kunnen in hun leven. Er zijn bepaalde methodes die ik gebruik om het geluk en het positieve bij leerkrachten en kinderen weer een beetje op te krikken. Daar maak ik bijvoorbeeld gebruik van gelukskoffer of de binnen-buitencirkel. Bij een teveel aan werkdruk is het vooral goed om te kijken naar de dingen waar je wel gelukkig van wordt. Waar je weer plezier aan gaat beleven. Van hé, ja, wat levert mij die flow op en waar ga ik met plezier mee door? Dus gewoon even Ctrl-Alt-Delete. Kijken waar word ik zelf blij van, waar doe ik energie aan op en dat weer terugbrengen de klas in. Werkplezier is absoluut een toverwoord, ja. Ik denk dat je meer plezier krijgt op je werk als je in de eerste instantie jezelf wat meer gehoord voelt. Dus als je voor al dat harde werk wat je doet ook wat waardering krijgt van je omgeving. Om gelukkig te zijn op je werk is verbinding een hele belangrijke. Ik denk dat het geven en krijgen van complimenten echt heel belangrijk is voor je beleven van werkplezier. Wat levert mij het meeste werkplezier op? Ik kan het niet in één woord samenvatten. Het zijn wel meerdere dingen. Ik zet toch wel op één de kinderen. Maar zeker ook wel mijn collega's.